Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, de deel 2 van de update. En sorry als je dadelijk iets hoort, want mijn hondje is op mijn schoot en die wil er graag bij zijn. Want hij vindt het leuk, mijn toetsenbord geeft lichtjes. En dat vindt mijn hondje blijkbaar leuk. Laten we meteen beginnen. Oh, hij is zo leuk bezig aan het rennen, zie ik. Oh. Cute. Ik kan het ook gelijk heb, omdat ik ook iets aan het updaten ben van een spel. Dus ja, heb je het einde van het paard gevonden? Ga terug naar. Dus het paard is van Ria, zoals ik Alina. En ik heb ook een beter lijken aan de afgelopen nacht niet waar mee zien. En ik. Sinds ze wakker loopt ze al de hele tijd als een kip zonder kop en lijkt een tikje gespannen. Misschien omdat ze een rijbaar hebben gezet, maar volgens mij gaat ze. Oh nee. Lang filmen, maar dit vond ik een beetje aan de late kant. Moet achteraan. Oké, dan we gaan achteraan. Hallo, blijf je even lastig liggen, IW. Nou, omdat ik wel een zo'n paard heb. Shadow, wil je even rustig liggen, IW? Ik kom niet dichterbij. En ik ga pakken of wat? Kom hier. Of is mijn paard gewoon te sloom? Oh nee, ik moet toch wel achternaam blijven rennen. Dit is foute boer, zijn zoveel kliffen. Ja, dat zie ik ook, maar geen onverwachte wegen. Ik probeer om dichtbij haar te komen, Phoebe. Natuurlijk wil ik wel doen. Oké, okay. Oh, kijk op hier. Wacht, ze gaat terug naar de rand. Alsjeblieft, en lieve trouwens, we willen je alleen maar helpen. Dat is gevaar, want ze kan verder teruglopen en valt. Rustig maar, je bent niet mooi. Je bedoel dat je stoer, cool en mysterieus bent. Zeg niet dwingen om ons mee te komen, je kunt nog even duiken dat je sterk, onhandig bepaald bent en geen mens nodig hebben. We hebben allemaal wel eens een schouder en schroef om. Oké dan. Oh, ik ga liggen. Oh, ze gaat liggen. En Shadow, wil je alsjeblieft niet zo tegen me doen, ze kan dan leunen. Jeetje, dat scheelt maar bijna. Ik sta nog terug op mijn benen, dat snap ik. Ik geloof dat ik elkaar niet begrijp. Ellie, ga terug naar. Laten we terug naar. Mag je mijn lip hebben, dit? Gaat het paard dan meelopen? En ik. Volgens mij dat ze een keer op haar rijdt. Echt? Ja.
Zeg Storen in plaats van me, mag ik eentje op je vermoeide lijf op je sterke spieren laten rusten? En ik. Awww. Oh, cute. Doe je wel Storen mijn ellebeen om zacht, hè? Weet. En dan laat ik heel ver weg kijken, heel naar je bonen. Zie je die boerderij daar aan de kant van de spiegel meer? Dan voel ik als kind van dat geen ik weer naar eilig voordat ze alles verwoesten. Oké, okay. Oh. Nee, ik heb weer. Oh, ze rijden leuk met elkaar. Een enorm boerderij en ook heel veel, maar heel veel blije dieren. Fokken, akkers, volwassen zelfs. In wijngaard totdat alles redelijk misging. Dat is wel een mooie foto. Zo. Er zijn heel veel paardjes hier. We begonnen met het gewas die allemaal verwelkt. Toen viel het dieren bij bos neer. We wisten echt niet iets mis was toen ons hele gezin ziek werd. We waren ziek dat we niet meer de boerderij konden zorgen. Niet dat veel om. Of die ziek kwam op het juiste moment en we moesten de boerderij voor een schamel bedrag aan hem verkopen. Waarom dan? Waarom moet je dat verkopen? Ik weet dat G&D ons boerderij kapot heeft gemaakt. Ze wilden hem alleen de hele tijd kopen. We kunnen alleen niet bewijzen en kunnen dus nooit onze rechten accepteren en doorgaan is het enige wat we kunnen doen. Ja, heb je wel een punt. Niettemin een pint. Verder ben je alsjeblieft van mijn toetsenbord af, even alsjeblieft, bitch. Mijn hond, die houdt echt van toetsenbord. Met allemaal lampjes. Alles goed, nog ongerust toen je zo opeens vandoor ging, maar gelukkig zijn jullie ongedeerd gekomen. Yep, ik heb Ellie nog op Gop zijn veert en ik kan verzekeren dat haar wonden niet zo erg zijn als leken. Ik ga terug naar... Ik wil zeker weten dat mijn inschatting die as zal deze merk gewoon weer naar huis kan. Sprintjes. Met ze net terug zeg eigenlijk wat alles. Jippie, hoor je dat dan niet? Je bent officieel ontslagen uit de hospital. Ruin, is die al vang. Please, ik denk dat je weer terug naar huis mag, Ellie. Geen probleem, dat is geen afstek. Als het even kom ik bij je langs op Paddock Eiland. Dat beloof ik. Volgens mij wil dat paard iets meer. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wil zij iets meer. En ik ga op de trailer, want ik heb geen zin. Shadow, wil je alsjeblieft mijn armen zo laten, IB? Ja, je bent lief. Ja. Ja, je bent lief. Ja. Ja, ja, hij zet mijn pootje op mij. Op mijn arm. Ik weet niet of ik het kan laten zien aan jullie. Ik ga even snel een foto maken. Met mijn hondje. Met zijn pootje op mijn arm zit. Nou, hij draagt ze nu weg als ik een foto wil maken. Oké dan. Nou, volgende keer beter dan. Dan stuk ik op zijn pootje op mijn arm. Paddock Islands was het toch? Nee, dat is de verkeerde. Zo. Ja, dat is leuk met zijn pootje op mijn arm zo dan. Als het me ziet, dan weet ik maar ik wel een foto. Daar zijn we dan. En ik heb lek. Oh, je bent er weer. Je hebt een vriendin meegenomen. Wacht eens even. Ben je dat, Ellie?
Ontzettend bedankt, Phoebe. Wel fijn dat je mij laatst lastige wegloopster hebt teruggebracht. Oké, okay, moet ik weer met de praten komen? Ik heb een huisscherm voor Jarsen, Mijsjera, Gauwzee, Kudum, Hels. Goeie genade. Heb je al stuk erg reden dat als veel iets niemand op haar buurt komen laat staan, iemand haar bereiden? Waar woon je, meisje? Dat klinkt heel erg. Ben je die op de vervloekte boerderij in de Frietvelden woont? Vervloekt, hoe bedoelt u? Ja, de boerderij van mijn familie is verlaten. Maar dat is geen reden om ons te beledigen. Nee, je begrijpt me verkeerd. De boerderij ligt in de schaduw van de duivels, geloof ik, die rampzalige krater waar duistere krachten beheersen. Men zegt dat de duivelskloof bewoond wordt door de Fella, een groep geheimzinnige heilige vrouwen. Al eeuwenlang. Wow, bliksem. Al eeuwenlang zinnen ze op wraak op Jonna, die onmisbaar levensredder en het woud op het vergeten veld verwoestte. Hun vloek wil elke dag sterk en land net zo lang onvruchtbaar en verdoemd dat de vloek wordt opgeheven. Maar goed, het is gewoon een verhaaltje, weet niet zo goed als ik dat. als ik dat op Jovik. Jezus. Ik ben op het sprookje ziet als bleekjes. Oké, okay. Maar je ziet wel bleekjes. Gaat het wel? Ja hoor, geen probleem. Ik moet even wat verwerken. Zeg van vloek of niet, ik moet ze. En ik zal ervoor zorgen dat onze boerderij een plek wordt waar we voorspoed kunnen leven. We bepalen zelf ons lot. Weet je alles van toch, Phoebe? Ja, weet ik niet. Ja, dat klopt. Priscilla, want ook niet door zijn verhaaltje doorstromen. Ik wil u niet beledigen, mevrouw. Ja, stom. Uw verhaal was geweldig en best griezelig. Ja, enthousiasme is geweldig, maar ja. Volgens mij heb je een goede stel hersenen. Bovendien mag je Ellie ook heel graag. Vind je Maya en een tijdje op dichtbij meegemaakt? Vind je ze bij elkaar passen? Ze passen perfect bij elkaar. Ze zijn als ananas en pizza. Hele rare combinatie. Het is allemaal. Sterf. Onafscheidelijk. Ah. Goed, dat is weinig anders op dat ik jouw vrouw of Ellie wilt hebben. Oh, echt? Mag ik Ellie zorgen? Dankjewel, mevrouw. Voorzorg, meisje. Je mag haar hebben. Maar goede handen tussen jullie spatten vanaf ook niet. Er is geen plaats voor kleine ruimte. Zet op een land. Of je een boerderij past heel veel beter bij haar karakter. Oké dan. Ik loop bij mijn eigen paard. Voor een red, hoe dan ook, mijn dag kan niet meer stuk. Hey Phoebe, heb je tijd om mij iets te helpen? Er moet namelijk een hoop poenen geplukt worden op de. Karakters, daar zou je dat misschien voor mij willen doen? Zolang Phoebe. Wat is het? Wil je ook praten? Nou, mijn mond wil ook mee vertellen. Plukt de pompoenen op de plank en dan geeft ze dan oké, fine. Ik doe het wel voor je. Maakt me niet uit. Of ik heb ook niet aangeklikt, wat eigenlijk niet hoeft. Ah, mijn hondje wordt op. Heb ik volgens mij iets aangeklikt, wat eigenlijk niet hoefde? Ja, yep, ik heb het eigenlijk wel eigenlijk niet doet. Maar oké. Okay. Ik moet straks naar boerderij vlucht of niet. Dus mijn tijd of. Ja, mijn hond vindt het heel leuk aan mij te zitten. En volgens mij wil hij op mijn bed. Zo. Vlucht niet eens mijn tijd of het zal zijn zolang ik mijn best doe. En dan ga ik laten zien wat ze kan. Heb je zelf een wedstrijdje doen wie het eerste bij de boerderij is? Oh nee, dat ben je niet. Ik had beter niet met paard over moeten trainen. Maar ja. Ik heb er niet mijn paard over te trainen, maar oké. Okay. Maar niet uit. Nou, mijn paard is toch sneller. En dan moet ik hier op. Oké. Okay. Oké dan. Ik had gewoon niet mijn paard moeten trainen. Upsie. Maar ja.
Als ik een tijdmissie krijg, dan ga ik gewoon wachten, want je weet maar nooit. Oh, ik heb hier dus een X-Spike. Volgens mij is hij steeds bezig met updaten ofzo. Het is wel leuk dat ik met een magische paard dit doe. Maar nee, ik moet nog gaan trainen, maar ik heb daar niet erg veel zin in eigenlijk. En dan gaan we terug naar de boerderij van een vergeten veld of wat. Nou, paard, ga bij sloom. Ik ben heel erg heel dood. Ik kan gewoon beter mijn paard niet doen te trainen. Maar ja, als je geen paard hebt om te trainen, had je ook pech gehad. Dus. Nou, lang duurt het geintje nog? Of. Nou, dan moet ik hier overheen springen. Waar is dat? Ik zie wel schapen, maar. Oh, ik moet hier op. Nou, wat zijn we dan? Waarom heeft niemand me verteld hoe vet het is? Het gevoel dat je op een eigen paard rijdt, wind door je haren, wat te gek. Ik ben blij dat je zo blij mee bent. Eerlijk zijn we terug, boerderij. Welkom thuis, Ali. Oh, kijk aan de bandages. Ah! Oh my god. Ik krijg 200 XP. Oh ja. Yeah. Oh, dat gaat weer liggen. No. Dat is af en toe wel, hè. Wie kan kunnen vermoeden dat een eigenzinnig paard op mijn schapenweb heb weg je eigenlijk mijn eigen lieve paardenvriend zou worden. En ik. En zo zo'n ik bij ook. Ik bedoel natuurlijk mijn Rebels Rospunt. Erg. Oh, zo lief. Ik heb gehoord dat onze toekomst van dit boerderij zal best even duren dat mijn familie en ik weer hier kunnen wonen, maar ik wil echt iets van maken. Veel moeten elkaar vaak zien. Ik wil dat we na deze leuke dag op. Ah, het wil niet dat we deze dag opnieuw opbouwt. Kom eens bij me langs de boerderij. We kunnen wat wedstrijd doen of buitenrijden maken of zelfs picknicken. Kom graag bij jou en niet langs. Tuurlijk. Hippie, hoor je dat en weer? Ja, paard heb ik niet bij. Moet je toch naar Stavre Molly? Ik denk niet dat we meneer Monnet zijn eentje hier de tent draaien kan houden en ook de paarden kan verzorgen. Mag ik ook klikken? Vivian Bergen en ik. En ik wil je bedanken voor een leuke tijd. Hopelijk zien we elkaar weer snel. Nee. Dit meen je niet, hè? En dan. Nee. Ja, ik ga het niet. Ik ga het gewoon lekker doen. Oh ja. Heb ik dat een beetje gedaan? Weet mensen wat ik moet gaan doen? Anders is de video ook zo snel afgelopen. En dat is ook zo zonde. Nee. Nee, wil zeggen dat ik goed een schaap kan nadoen. Maar elke schaap is niet echt mijn favoriete dier, maar ik kan het wel nadoen. Meh. Oh, dat ging heel erg soepel. Maar niet heus. Kom hier, schaap. Maar volgens mij moet ik iets gaan doen om de band sterker te maken ofzo. I don't know. Denk ik. Maar ik dacht van doe ik het nu wel eventjes. Heb ik dat ook alweer gedaan. Want hierna ga ik wat anders doen namelijk. En ja, dat gaat nu niet. Ik heb toen nog moet gaan doen. Dus ik dacht, ik doe het wel in de video. En daar zie ik een schaapje liggen. Kom eens even hier. Ja, dank je dat je even meekomt.
En ik zie dat ik ook een Ellie opdracht heb. Ik vind het leuk een avond baat Ellie. Kan ik ook een stalsable doen? Dat zou wel leuk zijn. Dat is er nog één. Hallo. Is het gewoon leuk te liggen hier? Van ja, ik wil niet mee. Oh, dat was Facebook. Sorry daarvoor. Nee. 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 Ik moet er nog één, maar... Waar die zit, ik heb geen idee. Daarboven misschien? Oh, dat hier gewoon niet boven. En is er nog een zwarte schaap? Oh. Oké, waar is Ellie de paard? Waar is Ellie? Oh, ik kan niet zien. Ellie, waar ben je? Waar is Ellie de paard nou weer? Moet toch ergens hier zijn, of ben ik nog gek? Nou, dan kom ik zo bij jullie terug als ik Ellie heb gevonden, dat zo. Ik heb Ellie gevonden nu, dus loopt hier. Rij de velden. Oeh, we hebben ook een raceje. Ja. Hebben we een wedstrijd erbij. Hebben we een wedstrijd erbij, mooi. Een wedstrijdje. Hoe gaat deze race eigenlijk? Maar I don't care. Het is een race. Het is een race. Ik wil even weten wat voor reputatiepunten hij krijgt. Oh. Waar moet ik eigenlijk heen? Oh, daar moet ik heen. Ik ga gewoon niet meer dat overheen springen. Oh, ik kan nog niet. Dat is fijn. Oké, dan moeten we weten. Weet ik het voor de volgende keer. Het is wel een leuke race trouwens. Oh, die mag je niet overheen springen blijkbaar. Heeft hij iemand mee ingehaald? Ga je er niet mee in dat hij mee in heeft gehaald? Oh nee, het is een ander paard. Die lijkt wel heel erg op elkaar. Nou, mijn hond ligt al leuk te slapen. Op mijn bed. Nou, waar moet ik eigenlijk over naartoe eigenlijk? Nou mensen, ik ben weer terug. Alleen ik kreeg net wel slecht nieuws. Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, maar ik ga vandaag nu even hebben. Misschien ken je die wel. Peter uit de Vrees is vandaag overleden. En ik, daarom komt iemand even snel even naar mijn kamer toe om even te zeggen tegen me. Ik schrok er heel erg van.
Laat dan reacties weten of jullie er ook zijn van geschrokken zijn. En ja, ik schrok er heel erg van, daarom dat ik even weg was. Je zou wel geen gaten hebben. Dus ja, dat ik even mijn microfoon heel snel even deed. Dus daarom. Maar ja, ik schrok er heel erg van. En ja, ik had echt zo gehoopt dat hij terug zou komen. En dat hij hersteld zou worden en dat allemaal. Maar ik weet niet wat ik daar mee aan moet. Ik schrok er heel erg van. Heel erg. Ik voel me echt heel goed bezig wat hij altijd deed en dat allemaal. Maar ja. Maar laat me op deze keer verder met deze video. Sorry, Ellie, vandaag was het dag van werk. Je hebt goed gereden, Phoebe. Nou ja. Nee, ik ga ook meteen even de video afsluiten, want dit is het dan. Maar ik ga ook eventjes kijken waar ik dat zijn reputatie krijg. Was mystiek, V&DL. Even kijken. Nou, ik kan het niet zien, maar volgens mij moet je zelf opbouwen met ze. Kijken of ze het kan zeggen waar ik het moet opbouwen. Oké, volgens mij moet ik het zelf gewoon een beetje opbouwen. Maar dit was dan de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. En ja, maar laat een reactie weten wat ik net zei eigenlijk. En tot de volgende keer. Bye bye.